Welkom bij de Pause in Touch podcast. Dit is de podcast voor jou en je reactieve, angstige of agressieve hond. Ik help je in deze podcast om je hond beter te begrijpen, beter te helpen, op een moderne manier, dus force en fear free, zodanig dat jullie terug samen kunnen genieten van leuke dingen. Hallo, hallo. Even een aflevering opnieuw vanuit de auto, want ik kom net terug van bij de kapper. Laatste keer waarschijnlijk voor de bevalling, want ik ben momenteel 34 weken. Dus dat wil zeggen dat ergens tussen de 2 à 3 en 6, 7 weken, dat ik ergens daartussen zou moeten bevallen. Hopelijk loopt dat goed. We gaan het meemaken. Maar ik krijg dus ook best wel veel vragen over, ja, hoe pakt je dat eigenlijk aan met de voorbereiding voor Nala? Want ja, hè, er komt een baby aan, dat is een vrij grote verandering. En hoe pakt je dat dan aan om je hond daarop voor te bereiden? Nu, ik snap zeker en vast dat die vraag komt. En ik wil zeker en vast dat proces, hoe dat wij het aanpakken, delen. Alleen moet ik daar wel een heel belangrijke kanttekening bij maken. Dat is, Nala is uw hond niet. En Nala is ook niet zoals andere honden. Andere honden zijn niet zoals Nala. Dus dat is wel heel belangrijk dat je daar ook bij stilstaat. Elke hond is anders. Elke situatie is anders. Hoe dat jij in het leven staat is misschien ook heel anders dan hoe dat ik in het leven sta. En ga zo maar door. En dat zijn wel belangrijke dingen om ook bij stil te staan. Dus dat gaat ook al voor een heel groot stuk gaan bepalen op welke manier dat je dat gaat aanpakken. En wat heeft uw hond nodig om met de komst van een kindje, met de komst van een baby, om te kunnen gaan? Dat is waarschijnlijk ook heel anders dan hetgeen wat dan Nala nodig heeft. Dus dat is even zo'n disclaimer. Ik wil geruststellen wat wij doen. Maar ga dat niet zomaar klakkeloos overnemen of hetzelfde proberen. Want ja, de situatie bij u is waarschijnlijk anders. Uw hond is anders. En dat zijn dingen die we echt niet mogen vergeten. En waar er jammer genoeg nog steeds veel te weinig aandacht voor is in mijn ogen. Without further ado, hè, dus even, een disclaimer is wel belangrijk, dat ik dat daar even bij vermeld, want ik weet dat er gewoon mensen gaan zijn die hetgeen wat wij doen gewoon gaan overnemen en die dan grandioos in de problemen gaan komen, omdat dat voor hun een hond niet werkt. Dus vind ik wel belangrijk om dat ook even realistisch te kaderen. Het is niet zo simpel als no one size fits all. Het gaat over gedrag, het gaat over individuen, het gaat over levende wezens. Dus je kunt niet zomaar zeggen, we gaan gewoon een standaard plannetje volgen en we komen er allemaal wel. Zo werkt het niet. Nu, dit gezegd zijnde, heb je ook wat achtergrond nodig over Nala. Om te weten waarom dat we doen wat dat we doen en op welke manier. Nu, Nala is een speciaal hondje. In de zin van, die heeft best wel wat medische issues. En die heeft ook best wat mentale issues. Wat bedoel ik daarmee? Bij Nala is er bijvoorbeeld een angststoornis. Dat is vastgesteld, we weten dat. We weten ook dat er is een MRI gebeurd en daaruit bleek dat ze in bepaalde gebieden van de hersenen druk ervaart. Dus dat daar wat vocht op zit. Waardoor dat ze dus nog meer moeite heeft om prikkels te gaan filteren. En daarbij komt ook dat bij Nala de wervels iets verder uitsteken dan wat normaal is. Dat is minimaal. Maar dat zorgt er ook wel voor dat van zodra dat zij stress ervaart en die spieren gaan opspannen, dat ze daardoor ook ineens problemen krijgt, wervels en zo verder enzovoort. Dus we weten ook dat bij Nala, omwille van die druk en die problemen op de wervels en zo verder, dat ze heel gemakkelijk en vrij frequent last heeft van onder andere hoofdpijn, maar ook neurologische pijn, dus zenuwpijnen. En dat zijn al dingen. Als je als mens ooit al zenuwpijnen hebt ervaren, dan weet je dat dat vreselijk is. En dat zijn gewoon dingen waar we bij Nala ook rekening mee moeten houden. En het feit dan dat ze dus prikkels niet zo goed kan filteren en doet daar dan nog een keer een angststoornis bovenop. Wat dat
perfect logisch is, want als je met die medische achtergrond zit, ja, dan is het al heel moeilijk om super chill door het leven te gaan. En daarbovenop heeft ze dan ook nog een blessure, waardoor dat ze niet altijd even mobiel is. En dus dan merken we ook in periodes ups en downs. De ene periode gaat dat supergoed, maanden aan een stuk, is die helemaal oké met allerlei situaties. En dan opeens heeft ze dus meer last, begint ze pijn te krijgen, heeft ze misschien ergens iets te veel stress ervaren of zo, waardoor dat ze in haar nek gaat vastzitten. En eens dat dat gebeurt, ja, dan krijgen we heel die cirkel van de zenuwpijnen en zo verder dat op gang komen, waardoor dat er dan weer hele periodes van maanden zijn. Ja, dat je met NALA-kruggesteld helemaal niks kunt aanvangen, dan hoeft er bij wijze van spreken geen bladje te vallen of ze staat te blaffen. En andere periodes, als het dan goed gaat, dan mag er bij wijze van spreken een bom afgaan. En dan vindt ze dat allemaal oké, en dan reageert ze eigenlijk amper op eender wat. Maar ja, dat is dus wel iets waar dat we onder andere bij Nala serieus rekening mee moeten houden. En wat dat dus ook voor een heel groot stuk gaat bepalen hoe dat wij daarmee omgaan. Nu, dit gezegd zijnde, dit is dus al een heel specifieke situatie, je hoort dat al. En dat bepaalt dus ook al dat het voor Nala gewoon heel moeilijk wordt. Doet daar een kreis en een baby bovenop. En dan weten we gewoon dat dat iets is wat dat voor Nala moeilijk gaat zijn. Punt. Waar hebben we naar gekeken? Is in het begin naar bijvoorbeeld geluiden. Oké, hoe reageert ze op het gekrijs van een baby als dat op televisie gebeurt? Ja, eigenlijk niet. Ze slaapt gewoon verder. Hoe reageert ze als er een baby op bezoek komt? Hè? Dus Shari van Business Support Shari is een paar keer op bezoek geweest vorige zomer. En met haar een baby. En die een baby, honestly, Nala, she could not care less. Shari daarentegen, sociale prikkels, dat was duidelijk een mens. Shari is duidelijk een mens en daar heeft ze dus moeite mee. Hoe langer dat iemand aanwezig blijft, hoe moeilijker dat het voor haar ook wordt. Dus de spanning loopt op in plaats van dat dat zakt. Dus dat is ook weer omdat ze dan die druk in de hersenen heeft en in het begin gaat dat nog. Maar naarmate dat die spanning begint te stijgen, ja, ze kan dat gewoon niet meer filteren, ze kan dat gewoon niet meer verwerken en daardoor wordt het voor haar moeilijk. Dus dat is onder andere wat dat er bij Nala speelt en hoe dat zich dat gaat uiten. Nu, mensen is dus voor Nala een probleem, maar een baby, ik denk dat ze niet goed doorheeft dat dat er een klein mens is of zo. Ze vond dat wel een beetje een raar wezen, maar verder maakte ze daar eigenlijk niet veel van. Ze wou daar wel aan snuffelen en zo, en dat was het. Ze was eigenlijk meer met Shari bezig dan met die baby. Dus dat vonden we al best wel bemoedigend. Geluiden reageert ze dus niet op. We hebben van alles geprobeerd. Lachende baby's, huilende baby's, krijsende baby's, babyspeelgoed, allerlei van dat soort zaken. En ja, daar reageert ze gewoon niet op. Ze slaapt rustig verder, helemaal oké. She could not care less. Dus dan heb ik zoiets van, oké, dan hoeven we daar ook niet op te trainen. Omdat, ja, als ze er niet op reageert, dan wil dat zeggen dat het momenteel geen trigger is voor haar. En wat we dan willen vermijden, is dat we er een trigger van maken door haar daar te veel aan bloot te stellen. Want wat gaan we dan krijgen in Nala's geval? Hoe meer dat ze in een situatie terechtkomt, hoe meer, of hoe langer dat dat duurt, hoe moeilijker dat het voor haar net wordt. Dus we weten ook dat op zich die een baby verwachten we weinig problemen, zal ik zeggen. Maar bij Nala gaat het probleem vooral zitten in trigger stacking. Dus de opeenstapeling van. Hè? Als die een baby op dag 2 een keer, al is het een hele dag huilt, dat gaat nog net gaan, doet daar dag 3, dag 4 en dag 5 bij en dan gaat het problematisch worden. En dat zijn dingen waar dat we niet op kunnen trainen. Ja, dat is gewoon ja, trigger stacking, hè? Het ene na het andere, onvoldoende rust ertussen. Zeker voor haar, omdat ze het al zo moeilijk heeft met recuperatie. Dus daar vermoeden we dat het eerder bij haar gaat zitten. Dan, daarnaast heb je natuurlijk babyspeelgoed. Hebben we ook van alles
laten piepen en bewegen en knisperen en doe maar op. En dan hebben we haar ook getraind om dat terug te brengen. Zodanig dat als die baby een beetje ouder wordt en die gooit zijn speelgoed of zijn tut buiten, om het zo te zeggen. En Nala zal daar naartoe gaan en die zal dat in haar bek nemen. Dat het niet is dat je dan, nee, mag niet, en weet ik veel, dat je daar bij wijze van spreken een gevecht van maakt. Maar dat ze eigenlijk meewerkt. Dus dat dat dan is van, hey, Nala, dank u, ga jij het maar halen. Hè? En dan wordt ze ook gewoon mee betrokken in heel dat proces. Dus we hebben haar ook geleerd om dingen terug te brengen. En ook onder andere dus die speelgoedjes en de piepertjes en de noem het maar op. En dat ze er dus eigenlijk liever nog niet zelf mee speelt, maar als we dan het signaal geven, dat ze dat gewoon komt brengen. En dat is ook weer zoiets wat dat in veel gevallen qua management handig is. Maar oké, let's face it, ook gewoon als mens, hè. Je zit dan misschien 2 minuten in je zetel, besluit je kleine zijn toets weg te gooien. Ja, dan is het wel gemakkelijk als je kunt zeggen tegen je hond, lieve schat, gaat jij dat eens halen? Oké, ik geef het eerlijk toe. Dat was deels de motivatie. De grootste motivatie was wel dat zij daar dan niet mee zou gaan lopen en dat dat dan gesloopt wordt en noem het maar op. Maar gewoon dat ze dat rustig kan terugbrengen. Samenwerking is altijd handig en hoe meer dat je hond daarin kunt betrekken in dat proces, hoe gemakkelijker en hoe beter dat gaat verlopen. Hè. Dus dat is iets wat we hebben gedaan. Wat hebben we nog gedaan? Is de koets bijvoorbeeld, hè, of voor de Nederlanders de wandelwagen. Dat is ook zo'n eentje. Eigenlijk hebben we daar ook niet bijster veel aan moeten doen of voor moeten doen, want Nala, omwille van al haar issues en medische problemen, hadden wij voor haar al een wandelwagen in huis. We hebben dat gekregen via de moeder van mijn beste vriendin. En die is trouwens zelf ook hondentrainer. Dus moest je in de op zoek zijn naar een goede hondentrainer of een goede hondentrainster, dan Yo My Dog is ook wel een toppertje. Dus van haar hebben we die koets gekregen, want ze had met haar een hond, een keer als die oud was, ook last dat die niet meer zo mobiel was, maar dan had ze nog een andere hond en een fabel. Dus ze had die koets uiteindelijk niet meer nodig. En dus heeft ze die aan ons gegeven voor Nala. En ja, er zijn dus periodes bij dat Nala naast die koets loopt. En er zijn periodes bij dat ze in die koets zit. Dus naast een koets lopen of naast een wandelwagen lopen is voor haar ook niet meer nieuw. Want we hebben dat ding ondertussen al zeker 2 jaar in huis. Dus ze kent dat. Ze kent dat, die wandelwagen. En daarnaast lopen is voor haar ook helemaal geen ding meer. Dat is normaal geworden al. Dus dat zijn allemaal dingen waar we niet specifiek meer iets moesten mee doen. Of moeten mee doen. Verder, de veranderingen in huis hebben we eigenlijk iets te laat. Zijn we daar gewoon te laat aan begonnen. Dus daar heeft ze eigenlijk niet voldoende tijd om aan heel de situatie en de nieuwe dingen te wennen. Bijvoorbeeld, hè, je gaat van alle babyspullen gaan kopen en je gaat een wieg en een wandelwagen en een autozitje en noem het maar op. Dat zijn allemaal dingen die je in huis gaat halen. En dat zijn ook dingen die een plaats moeten krijgen ergens in huis. En dat zijn dus ook dingen waarvan dat een babystoeltje bijvoorbeeld, ja, dat gaat ook mee in je woonkamer komen te staan. Dat kan zelfs zijn, in ons geval dan, dat je zodanig veel hondenspullen hebt, dat je bepaalde hondenspullen moet wegdoen om plaats te maken, letterlijk plaats te maken, voor die baby. Oeps. Maar goed. En dat zijn ook wel zaken, ja, je hond, opeens staan daar spullen waar dat hij niet mag gaan inzitten. Of waar dat hij niet mag opkruipen, of weet ik veel. Dus dat is ook iets waar dat je uw hond mee gaat moeten helpen. Wat hebben wij daarin gedaan? Ik zeg het, we zijn er eigenlijk te laat aan begonnen, maar ik denk sinds 2 weken ongeveer staan die spullen in de woonkamer gewoon. Ik heb daar dan wat Adaptil rondgespreid. In principe hoeft dat helemaal niet, maar ja, omdat ons Nala
daar toch wel best positief op reageert als we dat doen. Als er zo nieuwe dingen in huis komen of zo, dan reageert ze vrij goed op een adaptiel erover zetten en nu. Anderzijds was dat ook wel een overdreven, bij sommige items een overdreven nieuwe plastic geur, om het zo te zeggen. Dus dan kan het zeker geen kwaad om die sterke geur wat te verminderen. En dan is ze daar een paar keer gaan snuffelen en dat was het dan. En dan staat dat daar. We hebben wel gemerkt dat in de paar dagen die dat daarop volgden, dat ze dus inderdaad sneller reageerde op van alles en nog wat. En we hebben haar dan ook niet alleen gelaten in huis, omdat dat zo'n grote verandering is. Dus dat zijn ook wel dingen waar je rekening mee moet houden. Uw hond, die kan perfect alleen thuis blijven op voorwaarde dat hij zich veilig voelt in die omgeving. Als je die omgeving helemaal gaat veranderen, je gaat daar nieuwe dingen zetten, nieuwe geuren, je gaat daar misschien een paar vertrouwde spullen weghalen, misschien ga je dingen weghalen waar dat uw hond heel veel veiligheid aan had. Please, laat die items zoveel mogelijk staan, want dat is een beetje vragen om problemen, maar oké, kan zijn dat je dat niet weet. Maar dan is het wel belangrijk om daar heel goed naar te gaan kijken. Van oké, hoe is het met mijn hond? Hoe voelt hij zich in huis? Voelt hij zich nog wel veilig? Want als dat niet het geval is, ja, dan gaat je het risico lopen dat je hond dus niet meer alleen thuis kan zijn. En dan is dat ook weer iets waar dat je dus je hond moet bij helpen om zich opnieuw veilig te voelen in die omgeving die misschien zodanig is veranderd omdat er heel veel babyspullen zijn bijgekomen of omdat er dingen verplaatst zijn of whatever. Dus het zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden. Dus dat hebben wij zo gedaan. Het is eigenlijk sinds dat we die dingen daar gezet hebben, niet echt meer alleen geweest. Het is vandaag heel even alleen geweest, omdat de auto naar de garage moest voor onderhoud. En dan is ze ongeveer een, ik denk, twintigtal minuutjes alleen geweest. Hebben we ook op de camera bekeken en is het eigenlijk vrij goed gegaan. Dus we gaan nu kijken wat dat verder nog geeft. We gaan misschien van het weekend eens een half uurtje weggaan en kijken of dat dat lukt. Maar we zijn altijd wel in de buurt, dus moesten we merken dat dat niet gaat, dan kunnen wij altijd wel gewoon terugkomen. Dat is geen probleem. En verder gaan wij nu eigenlijk zoveel mogelijk al een soort van stramien creëren. Waar dat er aan de ene kant van de zetel hebben wij dus een Nala-corner. En de andere kant van de zetel is de baby-corner. Zodanig dat dat ook duidelijk gescheiden is. We hebben Nala haar hoekje ook afgezet met hekjes. Niet om te zeggen van opeens word jij gestraft en word jij buitengesloten. Absoluut niet. En ook dat is zeker en vast niet zielig of zo, maar het is gewoon een stukje management. Er gaan in die eerste weken heel veel mensen over de vloer komen. En ja. Wetende dat Nala het zo moeilijk heeft met sociale prikkels, omdat die zo onvoorspelbaar zijn en omdat ze dat dus niet kan filteren en zo verder, hebben we zoiets van ja, we moeten haar ook wel beschermen tegen zichzelf. Nu, normaal gesproken is dat iets wat dat ik voornamelijk op mij neem om haar daarin te gaan begeleiden. Ik hou haar dan vaak aan de leiband, we hebben dan verschillende oefeningen. Dat we doen, of dat ik doe, om haar daarin te ondersteunen. En dan merk je wel, zolang dat ze die leidraad heeft, dat het wel oké is. Ze vindt het spannend, maar het is net te doen. Dat is ook zoiets, wij moeten niet elke week, bij wijze van spreken, of om de 2 dagen bezoek ontvangen. Want dat is gewoon iets wat ze simpelweg niet aan kan. Punt. En dat is iets wat dat in ons geval, dat we gewoon moeten aanvaarden door de hele situatie, door wie dat ze is, door haar medische toestand en zo. Ja, daar kunnen we nu eenmaal niet veel aan doen. We kunnen dat proberen te forceren door daar nog meer training op los te laten, maar dat gaat niet opeens haar weerbaarheid op vlak van stress gigantisch gaan verhogen. Ze staat ook op gedragsmedicatie, slash pijnstilling, slash. Om haar daarin te begeleiden, om haar daarin te ondersteunen ook. Maar ja, there is only so much you can do, bij wijze van spreken. Dus we weten al van oké, die eerste week of weken, dat het voor haar extreem moeilijk gaat zijn. Omdat, één, ik ben er al niet om haar te begeleiden op het moment dat er
bezoek komt. Dus normaal doe ik dat nu, dan gaat ze aan de lijn als het echt niet gaat. En ik ben vooral degene die haar dan gaat sturing geven en die haar gaat steunen. Ja, dat gaat dus niet gaan, want de kraamzorg gaat langskomen, de vroedvrouw gaat langskomen. En die gaan voornamelijk met mij en de baby bezig zijn. En manliefde gaat ook waarschijnlijk vooral met de baby bezig zijn op het moment dat bijvoorbeeld de vroedvrouw met mij bezig is. Ja, dat wil dus zeggen, ik ben er niet, want ja, de vroedvrouw is met mij bezig. En op dat moment moet dus Kevin met de baby bezig zijn. Dus er is niemand om Nala op die momenten actief te gaan ondersteunen. Om met dat bezoek, die vroedvrouw of de kraamzorg of weet ik veel, om daarmee om te gaan. En dat is een probleem. Dus daarom gaan wij in deze ook een keer terug naar de gedragsdierenarts. Om, ja, cru gesteld, iets te vragen om Nala daarin iets meer te ondersteunen. Om haar medicinaal eigenlijk, ja, even kort door de bocht gesteld om haar daar een beetje in te drogeren, zodanig dat ze daar niet superveel van meekrijgt. Want we kunnen haar daar gewoon niet genoeg in ondersteunen. En zoals gezegd, je kunt daar nog de beste training op loslaten. Op het moment dat je hond een neurologisch probleem heeft, op het moment dat hij een medisch probleem heeft, op het moment dat hij gewoon heel stressgevoelig is, ja, dan gaat hij u altijd nodig hebben in moeilijke situaties om hem daardoor te begeleiden, om hem daarin te helpen. Op het moment dat jij dat niet kan, omdat je bijvoorbeeld in dit geval, ik ga bevallen zijn, ik ga zelf allerlei waarschijnlijk medische issues hebben, dus die gaan met mij bezig zijn op medisch vlak, ik ben er niet om haar te begeleiden. En ondertussen gaat Kevin vooral met die baby bezig zijn. Dus hij is er ook niet om haar daarin te begeleiden. En ja, we kunnen haar ook niet zomaar aan haar lot overlaten, want we weten gewoon dat ze er niet aan kan. Dus dan hebben we twee opties. Ofwel zeggen we van oké, voort, we laten ze verzuipen. We laten ze doen en we weten dat ze super, super veel stress gaat hebben. We weten dat ze die situatie niet aan kan, maar ja, pech dan. Of we zeggen van kijk, we kiezen voor haar welzijn. We zorgen ervoor dat ze daar niet super veel van meekrijgt door de hulp van medicatie, zodanig dat we wel enerzijds achteraf veel minder lange recuperatietijd moeten voorzien en twee, dat ze dus ook geen negatieve associatie legt met de komst van de baby en de samenloop van dat bezoek en het feit dat wij haar daar dan niet kunnen in begeleiden. Want als die link gaat liggen, ja, dan gaat de baby, ja, dat gaat zo echt de oorzaak zijn van alles, gaat ze daar misschien een super slechte associatie mee maken. En dat is nou wel net wat we willen vermijden. Dus dat is ook iets waar we heel erg alert op moeten zijn. Dus daarom gaan we hoogstwaarschijnlijk, we gaan dat bespreken met een gedragsdierenarts ook, maar ik vermoed dat dat hetgeen gaat zijn wat er gaat uitkomen, om haar dus daarin te ondersteunen, die eerste periode. En eens dat we daar door zijn en dat alles zo'n beetje begint te normaliseren, dat ik ook beter hersteld ben, dat er niet elke zoveel een vroedvrouw en een kraamzorg en bezoek en noem het maar op, langskomt. En eens dat we daar allemaal zelf een beetje ons ritme hebben ingevonden, dan gaan we dat stukje van die situationele medicatie ook gaan afbouwen. En dan gaan we stilletjes aan echt het stukje, hey Nala, meet Junior, Junior, meet Nala. En dan zijn we er ook om haar daarin te begeleiden. Dan zijn we er ook om alles daarin goed te laten verlopen. Wat dat in beginperiode waarschijnlijk niet echt mogelijk gaat zijn. Dus dat. En ja, die hekjes, dat is een deel daarvan. Omdat, zoals ik zeg, Nala heeft eigenlijk echt wel een ding mee opgesloten zitten. Die kan daar absoluut niet mee om. Terwijl als je die aan een leiband legt, dan gaat dat wel. En dan ervaart ze dat als steun. En dan komt ze ook veel sneller tot rust. Maar dus het feit, ja, dat ze dat niet gewoon is. Ik kan ze niet aan de lijn houden. Kevin gaat ze niet aan de lijn kunnen houden. En je kunt moeilijk van een vroedvrouw verwachten dat die en de net bevallen mama gaat verzorgen. En ondertussen ook even de leiband van een hond. Hè. Ja, dat wordt een ding. Dus
op dat vlak, ja, gaan we meer moeten doen als enkel de leiband. En vandaar dus dat die hekjes ook gaan, allee, dat die hekjes er al staan. Momenteel zijn die altijd blijven openstaan. Tenzij dat ze bijvoorbeeld een kousnek krijgt of zo, dan gaan die hekjes even dicht. Nog altijd niet op slot of zo, maar gewoon tegen. Dus het deurtje wordt gewoon tegengezet, zodanig dat ze leert omgaan met, hey, dit is hier visueel dichtgemaakt. Klaar. Ze kan er dan wel op elk moment nog uit. En zo gaan we dan nog opbouwen tot het moment dat de hekjes effectief dicht gaan. En dat ze dus leert dat dat niet per se iets heel negatief hoeft te zijn. Want ook daar, als ze de associatie legt van oei, baby in huis is gelijk aan bezoek, is gelijk aan ik word hier opgesloten en ik kan daar eigenlijk ook niet mee om. Ja, dan wordt het wel helemaal een ding natuurlijk. Dus dat zijn allemaal dingen dat we. Ja, dat je over moet nadenken. Van oké, wat zijn situaties waar dat uw hond het makkelijk mee heeft? Wat zijn situaties dat uw hond het moeilijk mee heeft? En zeker in die beginperiode zou de focus, denk ik, in mijn visie, in mijn optiek alleszins, vooral moeten gaan naar management. Hou het veilig en geef zowel u als uw hond, als uw baby, als uw omgeving de mogelijkheid en de kans om te wennen aan die verandering. Want het is niet een kleine verandering. Het is niet, we gaan de zetel eens verplaatsen, hè? Nee, het is effectief, er komt een nieuw levend wezen in huis, waar dat je als hondenouder ook ineens mensenouder wordt, en waar dat je dus een heel nieuw level aan verantwoordelijkheden daar komt kijken. Een heel nieuw level van oké, al die andere zaken die moeten geregeld worden. Dus ja, dat zijn allemaal dingen waar je moet over nadenken, waar je moet op voorbereiden. En zeker als we gaan kijken naar reactieve honden, angstige honden of honden die agressie inzetten, is management de key. Heb je op eender welk moment zoiets van ik vertrouw het niet? Heb jij zelf even rust nodig? Of merk je van, goh, ik heb hier echt het geduld niet voor om mijn hond hierin te begeleiden? For the love of God, kies voor management. En ja, zorg er gewoon voor dat je zelf voldoende energie blijft behouden. Hè? Want dat is ook zoiets wat dat je overal hoort en leest en ziet, is dat zo'n baby is een zodanige verandering in je leven. Zodanig een aanslag op uw levensstijl ook en op uw slaap. Ja, dat van u als toekomstige mama of papa gewoon gigantisch veel vraagt. En als je dan een reactieve hond hebt erbovenop, ja, dan is het wel realistisch om te zeggen dat je misschien niet voldoende draagkracht gaat hebben om en gewoon te blijven functioneren en uzelf te blijven verzorgen. En te zorgen voor die baby. En ondertussen, hè, een keer dat je zoveel weken verder bent, klaar te maken voor de opstart voor je werk opnieuw. En daarboven nog een keer je reactieve of angstige, agressieve hond zo goed mogelijk te begeleiden. Ik denk dat je dan heel veel van jezelf vraagt. Dus dan denk ik dat je best, zeker in het begin ook, de focus legt op jezelf. En dat jij er als ouder en hondenouder goed instaat en de rest volgt wel. En als dat wil zeggen dat je, zoals in ons geval, je hond moet ondersteunen met medicatie of met management of met misschien je hond ergens anders laten logeren de eerste weken, ja, dan is dat zo. Uiteindelijk, als we kijken naar het gehele plaatje, gaat het niet enkel over het welzijn van de hond, maar vooral ook het welzijn van u als eigenaar, of als ouder, hondenouder. En als jij als hondenouder helemaal op je tandvlees zit, want je hebt al 5 nachten niet geslapen, want je kleine slaapt niet door, en dan begint uw hond nog eens te blaffen, of dan komt uw hond maar niet tot rust, want die heeft het er ook moeilijk mee, want die heeft ook niet geslapen, ja, dan vrees ik dat de kans vrij reëel is dat je ook het welzijn van je hond niet meer kunt garanderen, omdat jij gewoon misschien gaat reageren op een manier dat je ook liever niet zou doen. Dus dat zijn ook allemaal dingen om over na te denken. Hoe ga je dat dan vermijden? Hoe ga je management toepassen?
Hoe ga je ervoor zorgen dat de situatie veilig blijft? En hoe ga je ervoor zorgen dat je zowel voor jezelf als voor je kind als voor je hond de optimale combinatie kan vinden om ieders welzijn te gaan, zo goed mogelijk te gaan behouden of te optimaliseren? En dat gaat in het begin een beetje puzzelen zijn, zeker en vast. Je gaat heel goed moeten kijken naar wat dat je hond aan kan, wat dat jij aan kan, wat dat je hond graag doet, waar dat hij ontspanning en steun uithaalt, dingen waar dat hij het moeilijk mee heeft. Dat zijn dingen die je allemaal heel duidelijk in kaart moet hebben, om daar ook op een gepaste manier mee te kunnen omgaan en om een duidelijk plan tussen aanhalingstekens te kunnen maken om uw hond daarop voor te bereiden. Dit gezegd zijnde, uw plan mag nog zo goed zijn. Het kan goed zijn dat je merkt na 2 dagen dat je uw plan al door het venster mag gooien, omdat het helemaal anders loopt dan dat je had voorzien. Is ook helemaal oké. Okay. Nogmaals, levende wezens, hè? Net zoals dat je dat voor je baby niet kan voorzien hoe dat die gaat zijn en hoe dat gaat lopen. Kan je dat eigenlijk voor je hond ook niet? Je kunt proberen om zoveel mogelijk dingetjes te optimaliseren. En voor hetzelfde geld gaat dat supergoed. En voor hetzelfde geld heeft je hond het nog moeilijker dan dat je had ingeschat. Dan is dat zo. En dan is dat iets wat je op het moment zelf gaat moeten inschatten. Van oké, hoe gaan we daar nu mee omgaan? Wat gaan we nu doen? En het kan zelfs zijn dat je je plan dag per dag gaat moeten bijstellen. Dat is heel normaal. Dat is net zoals dat je kan hebben dat je kind het ene moment perfect doorslaapt en dan de rest van de dag gewoon compleet ligt te krijsen. Ja, kijk, dan moet je daar ook op aanpassen en dan ga je daar ook mee moeten omgaan en dan ga je ook moeten zoeken wat dat je kan doen om die daardoor te helpen. Ongeacht hoe goed je plan op voorhand misschien was. Dus dat wou ik ook nog even meegeven. Dat is zo'n beetje hoe dat wij het gaan aanpakken en hoe dat wij erin zitten. Wij bekijken het een beetje zoals we weten wie Nala is. We weten waar dat ze het moeilijk mee heeft. We weten wat ze kan, wat ze niet kan. Wij hopen op het beste, but we prepare for the worst. Ik zal het zo zeggen. Dus wij zijn zeker en vast voorbereid op dat dat helemaal niet zou gaan. Dan weten we ook van oké, dan zijn we daarop voorbereid. Hè. Dan hebben wij een gedragsdierenarts die ons daarin kan ook verder ondersteunen. En verder gaan we er gewoon niet te veel een ding van maken. Dat klinkt nu heel raar, maar ja, je weet toch niet hoe dat gaat lopen. Je weet helemaal niet op voorhand hoe dat je hond gaat reageren. Je kunt daar wel een beredeneerde gok naar doen, maar dan nog kan dat zijn dat je er compleet naast zit. Dus ja, heeft het veel zin om je verder daarin op te jagen of je daar of daar een stressding van te maken of ik weet niet wat allemaal. Ik denk dat we gewoon gaan kijken op het moment zelf hoe dat het loopt. En ja. If all else fails, management, punt. We gaan ons daar niet te druk in maken. We hebben zoiets van, de situatie op dat moment zal zijn wat het is. We hebben ons best gedaan om haar zo goed mogelijk daarin voor te bereiden. Ook wij hebben daarin fouten gemaakt door te laat met de babyspullen te beginnen. Kijk, so be it, hè. Dat is nu de situatie. Daar kunnen we op dit moment niet meer veel aan veranderen. Maar we gaan er dan verder gewoon het beste van maken. En we gaan kijken hoe dat zij reageert, hoe dat het gaat met ons, hoe dat het gaat met haar, hoe dat het gaat met de baby. En we'll take it from there. Ik had daar straks trouwens ook een gesprek met iemand die ook recent bevallen is, een klant die recent bevallen is ook. Die waren eigenlijk voor reactiviteit onder andere in behandeling. Allee, in behandeling. Die waren vooral daarvoor klant. Nu is die baby er. En nu loopt niks volgens plan. Ik vind het best wel grappig, want dat is zo hetgeen wat je heel vaak hoort gebeuren, hè. En hetgeen wat ik daar ook heb meegegeven aan die mensen is, kijk, een keer dat je weet hoe dat je management
Hun management stond als een huis, dus de kans dat daar iets misloopt is al vrij klein, net omdat ze zo goed in dat management zitten al. Ze zijn supergoed in het lezen van de signalen van die hond. Ze kennen die hond ook gewoon door en door. Ik zag er echt helemaal geen gaten in. Maar nu reageerde die hond niet zoals dat ze voor ogen hadden. Oei, panic switch on. En uiteindelijk, dat zijn van die dingen. If it ain't broken, don't fix it, om het zo te zeggen, hè. Het management stond. Ze hebben gewoon hier en daar een paar kleine aanpassingetjes nog bijgedaan. En that's it. En ze merken zelf al dat dat al effect heeft. Ze merken al dat hun hond het daar toch wel gemakkelijker mee heeft. Dat hij daar goed op reageert en zo verder. En ja, dat is het. Dat is ook een hondje dat voornamelijk medicamenteuze ondersteuning daarin nodig heeft. En daar voelt ze zich ook wel slecht voor, maar dat hoeft helemaal niet. Als jij je hond, zeker die eerste periode, iets kunt geven, een angstremmer of zo, dat die een hond dan helpt om beter met die situaties om te gaan en daar niet als een kip zonder kap overal continu compleet uit zijn dak te gaan. En je kunt dat laten verlopen op een rustigere manier, waarbij dat je hond zich beter voelt, waarbij dat jij je beter voelt, want je moet je minder zorgen maken over je hond. En waar dat je dus ook je omgeving mee kunt helpen, dan zie ik daar persoonlijk absoluut geen probleem van. Ook weer hier, side note, het is niet de bedoeling dat als jij geen zin hebt om je hond te trainen, of dat je te lui bent om management toe te passen, of dat je dat gewoon weigert, of weet ik veel, dat je dan zegt, ik ga mijn hond hier gewoon pillen geven en dan komt het wel goed. Dat is niet wat ik zeg. Oké? Okay? Laat dat heel duidelijk zijn. Want dit zijn mensen die hebben al alles gedaan. Die hebben ook meegedaan aan relaxing reactivity. Binnen in huis is die hond echt crème van een hond. Maar die heeft het, net zoals Nala, gewoon heel erg moeilijk met veranderingen. En heel erg moeilijk met nieuwe dingen in huis. Ja, en dan zit je daar met een baby en ze kunnen ook op dit punt er niet genoeg zijn voor die hond om die daardoor te helpen. Ja, kijk, dan is het wat het is, hè? En dat is helemaal oké. Okay. Omgekeerd natuurlijk, als je geen moeite doet, ja, moet je ook niet afkomen, hè? We gaan die hond hier wat medicatie geven en dan zijn we er vanaf. Ja, nee. Nee. Absoluut niet. Daar sta ik ook absoluut niet achter. Dus dat is wel een onderscheid dat ik wel heel duidelijk wil maken. Maar voilà, dat was het. Ik ben ondertussen terug thuis aangekomen, ze. En ja, ik denk dat ik niet zoveel vergeten ben. Moest je daarover vragen hebben, mocht je mij ook altijd een berichtje sturen op Instagram of zo. En dan beantwoord ik die uiteraard met veel plezier. Weet wel dat ik geen inhoudelijk advies kan geven, want dat is nogal logisch. Net zoals ik net heb uitgelegd, elke hond is anders, elke situatie is anders. En daar moet je gewoon in mee. En verder, ja, bedankt voor het luisteren. Ik weet dat het een lange aflevering was. Maar ja, hopelijk heb je er iets aan. Vond je het toch wel wat inspirerend. Dus voilà, ik zou zeggen, have a nice day verder en tot de volgende. Nu, vond je dit interessant en wilt je daar meer over weten? Binnenkort ga ik een soort van 14-daagse challenge hosten, helemaal gratis. Ga je dan elke dag een mailtje in je mailbox krijgen met een korte video, uitleg, tips, inzichten en gewoon mega veel waarde die ik normaal enkel in betalende trajecten deel. Om u niet zomaar achter te laten op het moment dat ik vertrek in zwangerschapsverlof. Dus ik zou zeggen, profiteer daarvan en schrijf u gratis en volledig verblijvend in via de link in de beschrijving of via www.pauseintouch.be/14days. Dat was het voor deze week.
deel deze podcast op uw social media stories en tag me hier ook in. Ik vind het super om te zien waar en wanneer dat je aan het luisteren bent. Wil je graag iets nalezen over hetgeen wat ik hier heb verteld? Op mijn website kan je een blogartikel en een samenvatting vinden van deze aflevering. De link daarnaartoe kan je in deze beschrijving ook vinden. Natuurlijk ook steeds via Instagram, Facebook of TikTok of zelfs mijn website laten weten wat je van de aflevering vindt. Op social media ben ik te vinden onder Pause in Touch en op mijn website www.pauseintouch.be. Beide zijn natuurlijk ook gelinkt in de beschrijving onder deze podcast. Je kan ook andere hondenouders helpen om deze podcast te vinden door een review achter te laten. Zo help je ook mee honden te helpen op een moderne en liefdevolle manier by spreading the word. Dan zie ik je nu heel graag volgende week voor een nieuwe aflevering. Dat was het voor deze week. Deel deze podcast op uw social media stories en tag me hier ook in. Ik vind het super om te zien waar en wanneer dat je aan het luisteren bent. Wil je graag iets nalezen over hetgeen wat ik hier heb verteld? Op mijn website kan je een blogartikel en een samenvatting vinden van deze aflevering. De link daarnaartoe kan je in deze beschrijving ook vinden. Natuurlijk ook steeds via Instagram, Facebook of TikTok of zelfs mijn website laten weten wat je van de aflevering vindt. Op social media ben ik te vinden onder Pause in Touch en op mijn website www.pauseintouch.be. Beide zijn natuurlijk ook gelinkt in de beschrijving onder deze podcast. Je kan ook andere hondenouders helpen om deze podcast te vinden door een review achter te laten. Zo help je ook mee honden te helpen op een moderne en liefdevolle manier by spreading the word. Dan zie ik je nu heel graag volgende week voor een nieuwe aflevering.